Tijd voor vernieuwing met uw binnenhuisadviseur. Nu bij Boxmeers Tapijthuis een gratis iPad 2 of iPod Touch bij vele luxe flexproducten zoals vouwgordijnen en horren. Vraag naar de voorwaarden. Wij zijn op tweede paasdag geopend van 12 tot 5. Kijk ook eens op www.boxmeerstapijthuis.nl. Zaterdag 27 september houdt het Merlet College aan de Grote Straat in Kuik een reunie vanwege haar 40-jarig jubileum. Harry Vullings, u bent docent aan het Merlet College. Hoe lang al? Ik sta hier nu 37 jaar. En wat heeft u toen voornamelijk zien veranderen in die 37 jaar? Veranderen van alles, allerlei nieuwe onderwijssystemen. In wezen zijn de leerlingen wat mij betreft altijd hetzelfde gebleven. Altijd boeiend. U bent betrokken bij de organisatie van de reunie. Om hoeveel leerlingen gaat het die uitgenodigd zijn en oud-medewerkers? Ik denk dat we oud-medewerkers hebben we er 300 aangeschreven. Leerlingen, 40 jaar, ieder jaar zo'n 150 die geslaagd zijn. Dus dan kom je op 6000. Hoe heeft u die proberen te bereiken? Via de nieuwe media, vooral Facebook. En we hebben een website in het leven geroepen en we hopen dat het daarmee storm gaat lopen. Signalen zijn goed. Op die website staat het gehele programma. Kunt u toelichten hoe die dag eruit gaat zien? Ja, om een uur of 10 hopen we dat de stroom begint te lopen. En dan hebben we de hele dag door lessen van zittende docenten en van oud-docenten. Kunnen de oud-leerlingen zich voor inschrijven. Verder hebben we heel veel muziek, live muziek. En natuurlijk is er koffie, thee, is er een heerlijke lunch. En 's middags natuurlijk ook een beetje alcohol. Jan Kotting, u bent docent Engels op het Merlet College en u bent gastdocent tijdens de reunie. Ja, klopt. Ik denk een half uur, drie kwartier een lesje draaien. Het zal niet een standaard Engelse les worden. Diegenen die bij mij komen, die krijgen filmpjes te zien van heel veel docenten. En in die filmpjes vragen die docenten om iets raars te doen. En dan is het de vraag, doet hij het of doet hij het niet? Hoe lang staat u zelf al aan deze school? Ja, ik ben zelf ook een beetje geschrokken. 34 jaar. Dus velen zullen u herkennen of juist niet? Nou, ik denk het wel, want toen ik hier begon had ik die snor al. En die snor is altijd blijven zitten. Dus ik denk wel dat ze mij herkennen. Ja. Wat wilt u iedereen aanraden om tijdens die reunie te komen doen? Nou, sowieso oude bekenden opzoeken, ze horen wat er van iedereen terechtgekomen is. Er zullen heel veel oud-docenten zijn, ook huidige docenten die ze dan kunnen spreken. Ik denk dat ze vooral een gezellige dag ervan moeten maken. Rector Paul Metsmakers, hoe wordt er nu meer stilgestaan bij het 40-jarig jubileum? Gaan de huidige leerlingen daar ook iets van merken? De huidige leerlingen gaan er ook iets van merken. En eigenlijk alle leerlingen van het Merlet College, ook de leerlingen die in Grave of in Mil op school gaan. Want binnen die 40 jaar is de school ook een keer gefuseerd. En de gefuseerde school bestaat tegelijkertijd 20 jaar, eigenlijk 21 jaar, maar we hebben het gecombineerd. Op donderdag 25 september, dan hebben in de ochtenduren alle leerlingen activiteiten op de eigen locatie. En om 12 uur precies starten we met een bijzonder evenement in het land van Kuik. En dan gaan onze leerlingen in een estafette marathon de scholen met elkaar verbinden. En er zijn ongeveer 200 leerlingen die alle achter elkaar een sprint trekken van 200 meter. We starten op onze school aan de Robijnlaan. Dan lopen we naar de school in Grave. Van Grave gaan we naar de school in Mil. En van Mil gaan we weer naar Kuik toe om te finishen hier op de school aan de Grote Straat. En dat zal tussen 12 en 3 het land van Kuik in een sportieve sfeer brengen. Ook is er een jubileumboek ontwikkeld door u? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zou het niet eens kunnen, maar gelukkig hebben wij goede geschiedenisdocenten en we hebben er eentje die al erg lang bij ons op school werkt. Dat is de chroniqueur van de school, Maurits de Boer. En die heeft het op zich genomen om een prachtig jubileumboek samen te stellen. Ik kan het laten zien. Dat is de eerste keer dat het in beeld komt. Op vrijdag 26 september 's middags zal het uitgereikt worden. Aan wie ga ik nog niet vertellen. Maar daarin staat de geschiedenis van een school van 40 jaar vermeld. Alle ups en downs van de school met prachtige foto's. Echt een boek om ook te kopen. Dat kan op de reunie. Het is een mooie boek met een hardcover. En iedereen die op de reunie komt, die kan het voor €10 daar kopen.